van dingen bouwen. Als er maar iets van techniek in zit, dan vind ik het leuk. Wat wij maken is eigenlijk de machines voor de frietindustrie. Onderdelen die wij maken in de frietindustrie, dat is de bakoven, dat is de vriestunnel en dat is de inpakmachines. Dat zijn wel de grootste machines die wij in de lijn hebben zitten. Maar eerst die band maar aan elkaar maken, niet? Ja. Pin erin. Nou, op mijn opleiding leer ik lassen en tekening lezen en dat kun je hier in de praktijk kun je dat veel beter toepassen. Je leert ermee werken, je leert je eigen verbeteren. Die tandwielen komen ergens tegenaan nou, hè? De richting is die kant op. Ja, het is een hele brede opleiding. Je hebt van lassen krijg je les, verspanen, constructie, elektrotechniek, sturingstechniek. Dus je bent eigenlijk van alle markten thuis en je kan bij heel veel bedrijven terecht. Nou, je moet een passie voor techniek hebben. Geen twee linkerhanden en je moet een beetje nauwkeurig kunnen werken. Heb een haaks en ja, super. Andere kant. Toen Jesse voor anderhalf jaar terug hier binnenkwam, had ik het idee, die jongen is een beetje teruggetrokken, een beetje bleu. Als ik het dan zo mag zeggen, misschien. Maar als ik nou eens kijk naar anderhalf jaar wat ik nu meegemaakt heb, is lekker vrij, durft. Wat ik leuk vind aan praktijkbegeleiding is om de jeugd van de straat af te houden en proberen iets leuks van te maken. Dat ze aan de toekomst iets hebben waar ze mee verder kunnen. Je kan altijd bij hem terecht als je iets moet weten of zo. En, je kan alles vragen. Dit is het mes. Hier worden de aardappels doorheen geschoten. En zoals je ziet krijgen de patat door. Ik ben trots op deze lijn. Deze examen met Matthijs gemaakt. Hier worden aardappels gesneden tot patat. Ik ben nu klaar met werken en nou door naar de lascursus.